plannen voor een nieuwe moskee in Haagswijk Bouwlust. Woonboot niet meer te redden, bewoner zwaar gedupeerd. En topdrukte bij ANWB Alarmcentrale. Goedenavond. De moskee aan het Vredeoord in de Haagse wijk Bouwlust gaat flink uitbreiden. Nu zit de moskee AI Evran nog in een voormalig buurthuis. Maar er liggen plannen voor een compleet nieuw gebouw. Dit is wat de AI Evran moskee voor ogen heeft. Hier komt dus het zaal, vergaderzaal, is het grote ruimte. En hier komt het gebedruimte. En boven komt van een kinderopvang en een leslokale en voor de dames gebedruimte. Volgens de moskee, die sinds 2007 in het gebouw zit van voormalig buurthuis Middennoord, is de uitbreiding hard nodig. We hebben meer dan 400 leden en we hebben heel klein is het ruimte voor. Daardoor willen wij is het grote ruimte hebben. Als er meer mensen komen, kan ze geen plek om te bieden. Bovendien is het huidige gebouw oud en slecht geïsoleerd, ook wat betreft geluid. En dat is straks in het nieuwe gebouw afgelopen. De meeste buurtbewoners die wij spraken vinden het prima dat er een nieuw moskeegebouw komt op deze plek. Ik ben het ermee eens. Ik bedoel, wat moet ik erop tegen hebben? Is goed. Waarom niet? Ja, wat ik ervan vind, zijn die mensen hun eigen leven natuurlijk. Als ze dat willen, dan moeten ze dat doen. Een enkeling is minder positief. Ja, ik vind het niet goed. Waarom niet? Het is moeilijk te zeggen voor een camera, maar ik vind het niet goed. Wat doet dat met u als u dit hoort? Ja, kijk eens, we hebben hier heel goed contact met de buren. En tot nu toe hebben wij geen last met elkaar gekregen. Maar als ze hun last van, of als ze bang van, dan moet je even met de bestuur contact nemen. Dan kunnen zij altijd een oplossing van vinden. Omdat is het, wij zijn mens. Als we weer met elkaar praten, kunnen wij alle problemen oplossen. De plannen voor de nieuwe moskee zitten nu nog in de beginfase. Maar als alles meezit, kan het nieuwe gebouw in 2015 een feit zijn. De droom van Rick Gerritsen uit Den Haag is letterlijk en figuurlijk ten onder gegaan. Vanmorgen was hij naar het nieuws aan het kijken toen hij zag dat zijn eigen woonboot aan de Veenendaalkade onder water ligt. Rick heeft zijn boot een paar weken geleden gekocht, woont er nog niet op en was van plan om zijn droomboot te gaan verbouwen. Het laminaat ligt er nog. Ik had een koelkastje gekocht. Het mag blijkbaar niet zo zijn. De buurman hoorde rond een uur of vier vannacht een oorverdovend gekraak. Op een gegeven moment ben ik eens gaan kijken. Toen zag ik ineens dat de hele boel aan het zinken was. Toen heb ik gauw 112 gebeld. Die waren er binnen 10 minuten, een kwartiertje. De brandweer dan. En de politie. En toen stonk het gas. Hele grote paniek. Gas, 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 gas. Maar er was helemaal geen gas. Ik denk dat het rioollucht was. Het terras dat brak af. Dat hebben ze nog kunnen redden weer met touwen en met haken en zo. Nou, het is heel erg. Hij woonde er niet eens op, nog. Ja, alles is nat, jongen. Alles is nat binnen. Eén groot zwembad. Ja. De gezonken woonboot van Rick trekt een hoop bekijks. Als je champagnefles staat nog op tafel. Alles was helemaal nieuw, hè? Nieuwe keuken, nieuwe badkamer. Hij heeft geen idee hoe zijn boot heeft kunnen zinken. Hij is gekeurd, een betoninspectie geweest, de expert is geweest, alles was gewoon goed. Buurman Carlo is altijd aannemer geweest en hij heeft wel een vermoeden. Ik denk dat het aan de riolering ligt. Aan de riolering? Ja. Waarom? Ja, daar hebben ze vorige week aan gewerkt. En ik ben heel trots op hem, want hij zegt, ik laat me niet klein krijgen. Hij zegt, want ik blijf toch je buurman, want hij gaat gewoon of de boot herstellen of een andere boot komt hij. De woonboot wordt zo spoedig mogelijk opgetakeld en de verzekering gaat de schade bepalen. Ja, van het ene waterprobleem naar het andere. Alleen in dit geval het tekort aan water. Want door het mooie zomerweer staan de dijken droog. En die paar buien die vandaag zijn gevallen leveren niet echt een verbetering op. Ons lage landje is kwetsbaar voor overstromingen. Zware regenval, zwakke dijken. We moeten alles in de gaten houden. Vooral nu er de afgelopen weken zo weinig regen is gevallen, gaan inspecteurs de dijken zorgvuldig inspecteren. We hebben hier wat scheuren aangetroffen en die gaan we nu vastleggen in de computer. Gaan we die serieus nemen?
Ja, we gaan hem wel blijven controleren, dat hij niet groter wordt. Want een scheur in een dijk kan grote gevolgen hebben. Ja, dan kan het water uit de boezem via die scheur in de polder terechtkomen. En dat kan dan weer zorgen dat die scheur eigenlijk groter wordt en dus de dijk doorbreekt. Normaal gesproken zorgt regen voor een gezonde dijk. Maar soms is de hulp van een dijkinspecteur zeker nodig. Ja, als het niet door een regenbui gebeurt, dan zullen we ze zelf weer opvullen met grond. Of in het najaar frezen en dan weer opnieuw inzaaien. Het regent nu dan wel, maar het is nog niet nat genoeg, hè? Nee, dit ene regenbuitje helpt nog niet om de neerslag om de kade te verbeteren. Daar hebben we nog wel wat meerdere buien voor nodig. Zolang het relatief droog blijft, is er nog werk aan de winkel. Ja, we zullen nu ongeveer 30 kilometer kade aflopen in een week tijd. En dan kort nieuws. De nieuwe dubbellaagse fietsenrekken op station Den Haag Centraal zijn gevaarlijk. En daarom heeft de gemeente de bovenste rekken sinds vandaag afgesloten. Het dubbellaagse systeem werkte niet goed. Als er een fiets wordt ingezet, valt er aan de andere kant van het rek een fiets uit. Op het stationsplein staat nu met borden aangegeven dat de bovenste laag niet gebruikt kan worden in verband met werkzaamheden. De gemeente heeft de leverancier van de fietsenrekken gevraagd om op korte termijn met een oplossing te komen. De onderste fietsenrekken kunnen wel gebruikt worden. Bij het Westeinde ziekenhuis in Den Haag is gisteravond een ambulance tegen een paal gereden. De wagen liep flink wat schade op aan de voorkant. Ooggetuigen denken dat de botsing ontstond door de rijplaten die voor de ingang van het ziekenhuis liggen. Die liggen daar omdat het wegdek kapot is gereden. Tijdens het ongeluk lag er niemand in de ambulance. Brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland staat niet achter de protestactie die vrachtwagenchauffeurs morgenmiddag op de A12 willen houden. Een groep vrachtwagenchauffeurs wil dan op alle rijbanen van de A12 niet harder gaan rijden dan 60 km per uur. In Den Haag en Utrecht gaan vrachtwagenchauffeurs morgen rond 3:30 de weg op om te protesteren tegen wat zij noemen loondumping. Er zou onvoldoende controle zijn op buitenlandse chauffeurs. Volgens Transport en Logistiek Nederland zijn met minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken afspraken gemaakt over een betere handhaving en inspectie. Ja, lekker op vakantie met de auto. Heel veel Nederlanders vertrekken deze dagen naar zonnige oorden. En dat betekent voor de ANWB Alarmcentrale topdrukte. Op het hoofdkantoor in Den Haag worden dan ook de hele dag heel veel telefoontjes gepleegd. Ja, goedemorgen. U spreekt met Janine Akkerman van de Alarmcentrale. Ik bel u om te kijken hoe de hulpverlening is gegaan. De ANWB Alarmcentrale ontvangt deze zomermaanden duizenden telefoontjes per dag. Vorige week alleen al belden er 80.000 mensen. Nou, je ziet het al achter mij op het scherm. Eigenlijk geven die blokjes ook al aan waar de Nederlanders gestrand zijn en waar hulp nodig is. En we proberen natuurlijk, als het kan, mensen met hun eigen auto weer op weg te helpen. En als dat niet lukt, proberen we in ieder geval te zorgen voor vervangend vervoer. Doordat het de drukste weken van het jaar zijn bij de ANWB, kan vervangend vervoer soms even op zich laten wachten. En de meeste problemen komen door de warmte. Voor voertuighulpverlening zie je dat er vooral nu problemen zijn met starten en koelproblemen. Het is natuurlijk heel warm in Europa, dus problemen met de koeling. We hebben ook nog een tak medische hulpverlening en daar zie je vooral nu dat mensen het eten in het buitenland wat moeilijker kunnen verdragen. Oorontsteking komt vaak voor, mag je ook niet mee vliegen, dus daar komt nog wat complicatie bij. En fracturen. Er werken op het kantoor in Den Haag 150 mensen om de telefoontjes te beantwoorden. En zij krijgen wel eens een bijzonder telefoontje. Bijvoorbeeld van een meneer die liever een veel kleinere auto had gewild. De auto was eigenlijk veel te groot, omdat hij bang was dat zijn vrouw te veel ging shoppen. En hoe los je dat nou op? Nou, in goed overleg hebben we met meneer kunnen kijken naar een kleiner model. Dus dat hebben we makkelijk kunnen oplossen. Ik zie dat u weer op weg bent, dus ik wens u verder een hele fijne reis toe. Goedendag. Nou, gelukkig maar voor deze vakantieganger. En laten we hopen dat de meeste vakantiegangers de ANWB deze zomer niet nodig hebben. Ja,
De zomersafari dan. Zonder geld trekken verslaggevers Jade en Marjolein de regio in. En deze week testen ze de gastvrijheid van het Groene Hart. Gisteren, toen het nog mooi weer was, zochten de dames een slaapplaats bij de Reewijkse plassen. En ik ben benieuwd waar ze terechtkwamen. Vandaag zijn Marjolein en Jade bij de Reewijkse plassen. Kijk wat ik heb. Ontbijtje met boerenkaas. Lekker, gratis, van de bakker op de hoek. Nu verder met de navigatie richting Reewijk. Koffie. Wat een mooie huizen. Zullen we even aanbellen? Dan gaat de deur open. Goedemiddag. Wij vroegen ons af of we misschien bij u een kopje koffie kunnen komen drinken. Nou, dat zou kunnen, ja. Kijk nou even. Woont u hier al lang? Nee. Wij wonen hier niet. U woont hier zelf niet? Nee, een dochter van ons woont hier. Oké. Even een bakkie. En geïnspireerd door de mooie plassen willen we eigenlijk wel een stukje varen. Hallo! Hier! Hallo! Hij hoort ons niet. Maar zonder dat we het doorhebben, ligt er pal naast ons een ander bootje op punt van vertrekken. Willen jullie mee? Nou ja, als u het toch zo aanbiedt. Een beentje? Nou, lekker, ja. Nou, vooruit. De Reewijkse plassen zijn 13 plassen tussen Bodegraven en Gouda. Ze ontstonden in de 18e eeuw door turfwinning en soms drijven er nog steeds stukken veen naar boven. Ja, dit is gewoon bodem die gaat drijven op een gegeven moment. Dan laat het los. De familie Grijdanus geeft ons een complete rondleiding over alle plassen. Met captain Jade aan het roer. Gelukkig zet zo Niels ons weer veilig aan de kant. Bedankt. Doei. Zie je nog. Dag. Nu nog eten en een slaapplek. Oh. Doe de helder aan dicht. Een waakhond. Oh mijn god, ik durf er niet uit. Even serieus. Er komt al iemand naar buiten volgens mij. Ja. Hij doet niks, hè. Moet dat gelijk zijn camera? Doet hij niks? Nee, dat doet niks. We hebben nog niet gegeten. Echt niet? Nee, hebben jullie nog wat eten over voor ons? Ja, ik denk wel. Wat zou je willen hebben dan? Kijk eens, meiden. Oh, lekker. Alsjeblieft. Heerlijk. Jullie weten ook niet waar jullie moeten slapen? Nee. Nou, kunnen jullie even toeven vanavond? Kijk maar schoon. Top wc. Hij zit heerlijk. Oh, wat een lekkere wc. Zo'n succesdag, dat moeten we vieren. Nee. Slaap lekker, Jade. Dat is Sarlijn. Ah, wat zijn ze lief, hè? En woont u nou in het Groene Hart en wilt u de dames ook een nachtje gratis onderdak geven? Mail dan even naar zomersafari@omroepwest.nl. De belevenissen van Marjolein en Jade zijn ook te volgen via onze website omroepwest.nl. Gaan we naar het weer met Reinier van der Born van Meteo Consult. Na regen komt zonneschijn. Dat is wat deze foto van Jaap van Duin, genomen in Noordwijk, treffend uitdrukt. En die zonneschijn die was vandaag ook echt ver te zoeken. Met een storing boven Zuid-Holland overheerste de bewolking. En uit die bewolking viel vooral vanmiddag af en toe regen. Nou, die regen die is er vanavond nog steeds. Trekt vannacht langzaam via het oosten de provincie uit. Daarna komen er een paar opklaringen en koelt het af tot zo'n 14 of 15 graden. Er waait daarbij een matige, aan zee vrij krachtige noordelijke wind. Morgen overdag schijnt de zon dan van tijd tot tijd. Het ziet er een stuk opener uit dan vandaag. Toch zijn er ook stapelwolken. De meeste waarschijnlijk gedurende de ochtenduren. En het kan best zijn dat het in de middag, zeker in de gebieden dichter bij zee, zelfs eventjes vrij zonnig wordt. Het blijft in elk geval droog. En dan waait morgen een noordwestelijke wind die matig is. Kracht 3 en kracht 4 op het water. Het wordt daarbij in de middag ongeveer 20 graden. Dat zijn temperaturen die nog steeds iets lager zijn dan normaal voor deze tijd van het jaar. En ook vrijdag hebben we die afwisseling van wolken en zon. Het blijft ook dan droog en toch zijn er kleine veranderingen in het weer. Want de wind draait naar het zuidwesten, is boven land matig, aan zee vrij krachtig. Dus iets sterker dan morgen. En met die zuidwestelijke wind komt ook wat warmere lucht naar Zuid-Holland. Dat merken we aan de temperaturen. Die lopen in de middag op tot zo'n 21 of 22 graden. En dat zijn temperaturen die heel goed passen in deze tijd van het jaar.
Ja, dankjewel Reinier. En tot zover TV West vandaag. Meer nieuws is te vinden op onze website, maar ook via onze app voor uw smartphone of tablet. En ook onze collega's van 89.3 Radio West houden u natuurlijk op de hoogte. Hier kunt u zometeen kijken naar een herhaling van Beb het Medium. Dit keer is cosmetisch arts Robert Schumacher te gast. Wij zijn er morgenavond weer vanaf 17:30. Graag tot dan. Nog een hele fijne avond.